Nederland is in shock na de moord. Er wordt massaal geprotesteerd. De kogel kwam van links, werd een gevleugelde uitdrukking. Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren. Heb je zin, kok? Vallig wijpen! Toen ik het partijkantoor aankwam, toen kreeg ik een camera onder me snuffert. En toen schoot ik eigenlijk vol. Ik ben nummer 2 op de lijst. Je bent al verdonderd. Ik vorige week had een laatste interview voor de story en ja, ik had het er nog met hem over. Waarover? Het enige wat nog mis kan gaan is als je door zo'n dwaas door je hoofd wordt geschoten, ja. En hij zei nog, heel Nederland kan wel voor je zijn, maar het hoeft maar één dwaas bij te zitten. Ja, ik had het hem zo erg gegund, weet je, want hij had al zo'n lange weg daarvoor afgelegd. Wat ik kan zeggen, hij was echt een soort van prediker aan de zijlijn. En nu was zijn moment om te gaan gloreren. En dat had ik hem zo erg gegund en dat mocht helaas niet zo wezen. Ik zeg niet dat hij als een soort vader voor me was, maar hij kon je inspireren. Gewoon wat hij voor heel Nederland deed. Hij maakt gewoon wat los en bij mij ook. Ik ben hier voor niks naartoe gegaan. 12 februari. U heeft aan de deur aangebeld, hè? De uitvaart van Pim Fortuyn op 10 mei 2002 brengt een ongekende mensenmassa op de been. Duizenden brengen hem de laatste eer en miljoenen volgen de gebeurtenissen op tv. Een triest afscheid van de man die het politieke klimaat in Nederland wel degelijk heeft veranderd.